kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een nieuwe aflevering van Mafia 3. We gaan natuurlijk lekker verder waar we uiteraard gisteren waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Perfect, goed, goed. Ze keert weer anders op een dinsdag, maar vanaf nu dus altijd op de dinsdag 5:30. Als ik jullie met de kopjes zo vertel. Hier hangt de poster. Eén van de drie. Nou, als we hier toch zijn. Maar wij moeten. Now don't you worry. We're moving product. You're here faster than hot shake through a goose. Naar buiten. We zijn boven, zie ik. We gaan maar eens even naar onder en dan gaan we. Goed. We hebben 325, dat is niet zo ram. We moeten met die gaan praten, want we moeten deze kan natuurlijk nog veroveren. Deze hebben we gehad. En nu dus deze guns moeten we dus doen. Total coming damage. Goed. Laten we er meteen naartoe rijden. Goed. We gaan niet al te lang. Please get die kant op. Waarom duik je zo op de straat door? We zijn er bijna. Deze auto die rijdt ook echt wel lekker fijn. Maar hij is ook tenminste lekker snel. Want als we achtervolgd zijn, dan kunnen we ze zo heel snel afzullen. Dat is niet van zo'n klein langzaam kutterige wagen. Ik vraag me eigenlijk nog steeds af, wat moet ik hiermee? Dat kunnen we natuurlijk ook een keertje gaan doen. Weer natuurlijk in een mooie stream. Er komt een... Ik weet niet of het toch. Er komt wel eentje, dat weet ik wel. Waar de fuck moeten wij naartoe, joh? Oh, au. Hier naartoe? Kampvolk is dit. Kalmvolk is dit, hè? Een klein tikje en ze. Nu dat we toch hier zijn, kunnen we net zo goed de dingen even meepakken. Not sure I wanna know. Better be dead. We moeten naar deze hut. Hello there. Hallo. Look who it is. Good to see you up and breathing, Connie. Guns, heet die. Dus dat heeft nooit met wapens te maken. But I got out all right. Heard you know something about the Barclay train yard. Yep. This is more independent life between the two of us. That friend of yours in the nice tan suit figured you need eyes and ears on Pete Santini's shipping operation. What's Santini up to? He's a protection man here in Barclay. You want to see whatever you put on a train end up where it's supposed to be? You gotta pay Pete's people. Sounds kind of small time for one of Marcano's outfits. Give the man a prize. Ever wonder why this city's got so many guns? Marcano and Enzo got Santini running them. You bust up them deals and you put the Marcano on Pete's business. All right.
I'll see about getting my hands on that map. Be seeing you. You know the drill. Lean on Santini's people. Well, moeten we zeggen, je well. So you took out Simmons' thing at the dump? Huh? You're gonna be running this town before long. Okay, duidelijk. Goed. Holy shit. We hebben hier een informatie voor guns. Hier een informatie. Ik moet 0 van de 0 mensen killen. Ik moet 30 steals Santini's gun map. Damage Riem moet 30.000 damage hebben. Zullen we dat dan eerst fixen? Zullen we eerst die doen? En daarna kunnen we hier naartoe rijden. Ja? Laten we dat dan meteen gaan doen. En nou die echt als laatste, want deze is echt gevaarlijk, denk ik. Ik denk dat dit gevaarlijk is. Dus we gaan eerst maar eens daar naartoe rijden. Train robbers. Andere kant, dan zijn we klaar, hè? Deze kant, deze moeten we ook een keertje doen. Dit is dus eigenlijk het tweede gebied wat we hebben. Maar dat komt helemaal goed. We gaan eerst deze fixen, 30.000 damage. Het is niet zoveel als de vorige, maar ik denk dat deze best wel moeilijker gaat worden. Dus we rollen even de berg af. Even voorzichtig hier. Moet even nog gaan zien. Ah, er zitten hier heel veel wat mensen. Ik ga dit gewoon meteen zo fixen. Ik vind het goed. Need some shooters to hit a target in Barclay. You got it. We'll be around shortly. Excitement is overrated. There were assholes who like getting shot at. I do not understand these young people today. Ik heb ik had niet echt heel veel kogels. Ze zijn er. Ik blijf hier om het hoekje staan. Ga alsjeblieft. Look here. Ze zijn in ieder geval binnen. Oh, het valt wel mee hoeveel dat er zijn. Ik dacht dat het is geen leger. Oké, ik ga ook nu naar binnen. Hé hey, vriend. Jij blijft hier staan. Oh, hij is dood. Hallo. We gaan hem eens even omleggen, hè. Tell me everything about Santini's smuggling racket. Mr. Santini's been doing some small-time gun sales. I know where he's been stashing the money. Bedankt voor het help, maar je gaat eraan. Wow, kijk dat mes dat gewoon aan de andere kant van zijn nek eruit gaat. Oké. Okay. Been a pleasure. Ja, bedankt voor het help, vriend. Ik moet die... Oké, okay, laten we even ons wapen weg doen. We gaan eerst even wat geld. Allemaal.
I'm gonna stay out of it. Check over the other one. Help! What the hell? There's nothing gebeurd, man. Oh, kogels, dat is heerlijk. Dat is heerlijk dat we wat kogels hebben. We hebben 3000, dus we hebben... We moeten nog 26.000 op damage. En dan kan ik hier naar binnen? Ja. Dan hebben we dit ding gelijk ook gefixt. Okay. $26,000, dus we hebben eigenlijk maar 4000. Ik denk dat daar heel veel is. Wij gaan nu ook. Ja, weet je, moeten we die wel doen? Ik denk dat we er maar naartoe moeten rijden. Dan rijden we er maar. Doen we hem de volgende keer dadelijk. Gaan we daarna nog een keer naartoe. Ik denk dat er hier heel veel mensen zijn. En het wordt heel moeilijk. Moet je kijken. Politie is er ook bij. Want ik zie die andere, die zie ik dus niet. Zie je? Hier is die. Oh. Oké. Okay. Sorry, ik had hem niet gezien. Daar is het dus ook. Zijn we dan niet net geweest? Nee. Shit, politie is er ook bij. Shit, shit, shit. Ik wacht totdat de politie voorbij is. Rammen. Ja, daar staat ook een politie. Daar ben ik niet echt tevreden mee. Oké, we zijn nu in ieder geval gezien. Need some shooters to hit a target in Barclay. Heb ik genoeg kogels? Ja, we moeten het er maar mee doen. Get clear! God damn, what was that? There, fucking move! Oké, we zijn nu in ieder geval binnen. Zullen we ook naar binnen gaan? Hier kom jij. Wat is dat voor een mist? Oké, ik ben nu ook binnen. Ik heb gewoon een andere weg gepakt. This is nobody's fault but yours. Think I smell pussy or
Hey vriend, doei. Oké. Iedereen is afgemaakt hier. Next time then. Oké. €5.000 hebben wij. Ik hoor hier echt van alles voor mensen. Wat zijn dit eigenlijk? Oeh, dat gaat dus ontploffen. Ze moeten dus uitkijken. Niet te dichtbij. Is dat de zoeker heen? €5.000 hebben wij. Oké. Ik vind het hartstikke mooi. Moet ik ook eens hebben? Ja. Kunnen we echt... Ja. Hebben wij op zich genoeg kogels? Hebben wij nu genoeg? Ik moet nog 14.875. Oké. Verder. Zie ik niks, hè? Nee. Want ik zag er hier eerst ook er één, maar die is dus nu ook weg. Ja, ik heb 6.000, dat vind ik toch best wel. Dus we gaan eens even hem. Hold your horses, I'll get to you. Goed. We hebben 88.000. Dus op zich zitten we bijna in de 90. Ik zie daar eigenlijk wel iemand staan allemaal. Oh, die zit tegen die. Ah, oh, dat zijn die gasten hier. Oké. Maar ik ga het hier zo blad, jongens. We gaan dus donderdag gaan we hiermee verder. Ja, hopelijk zijn jullie echt donderdag. Ach, ook echt goed, kijk eens. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot donderdag dan weer, hè, jongens. Mazzel!